wat door als het geld zelf bij elkaar gaat rijden. Via crowdfunding is het op zijn website. En binnen 2 weken heeft hij 100.000 euro binnengehard. En dat betekent dus dat hij over 10 dagen naar Uppsala in Zweden kan vliegen. En daar krijgt hij een behoorlijk zware behandeling. En ja.